Vandaag is Mensen Libische dag. We doen vanaf G7 eventjes de boel omhoog. Dus Mixolydisch voor G. De formule is 1, 2, 3, 4, 5, 6, mol 7 en 1. Dat correspondeert met het G7 akkoord in dit geval. Mixolydisch maakt een dominant 7. A-ionisch, dat is eigenlijk de letterlijke minor parallel van die C-ionisch. Gewoon minor is dat, of natural minor wordt hij ook wel genoemd. Is feitelijk dezelfde vingerzetting als ionisch letterlijk vanaf je zevende gespeeld waar je C ionisch op deze manier had. Of alleen maar vanaf je zevende omhoog te spelen. Maar wel vanuit die B probeer je te horen dat het ook echt een andere ladder is. Hoort bij een half verminderd akkoord. Het je voor je dorische practice was die D minor 7, G7. Het zijn D minor 9, G13 op deze manier. Heb je wat optie tonen? Die scheppen wel een beetje sfeer. En we hadden dus even een paar meer Taylor licks. Mijn favoriet was volgens mij zoiets. Natuurlijk met bijgepast volume. Maar... allemaal variaties voor. Speelden wij die nou straks? Dus we speelden die over. Dit is allemaal D minor toestanden. Dus ja, dat werkt feitelijk op D minor, maar ook heel mooi. Voor F major, zodat we in een major context op C met die aflopende bas, D... Ja, dat is Can't Find My Way Home van... nee, Blind Fate is dat. Het is niet prima Blind Fate, maar dat is volgens mij wel... Het zijn dezelfde figuren. Ja? Nee, dat begint op C natuurlijk. Even nadenken. Ja, klopt. Met allemaal hele heftige leads. Maar het is wel een gaaf nummer om te coveren, ja. Eigenlijk.